cabin crew, prepare for takeoff. Wat je op dit moment ziet, is dat er een groei is in de luchtvaart. En de industrie verwacht zelfs dat voor 2030 het totale aantal vliegtuigen in de wereld ten opzichte van het huidige aantal verdubbelt. Het gevolg daarvan is dat er vanuit de industrie een enorme roep ontstaat van goed opgeleide, goed gekwalificeerde piloten. En tevens is er aan de andere kant dan vanuit de industrie ook een druk om op de opleidingsindustrie om ervoor te zorgen dat we die mensen kunnen opleiden op dat niveau, maar ook tegen lagere kosten. EPST selecteert dus aan de voordeur, selecteren van de kandidaten op hun geschiktheid. Dat doen we in een aantal fasen en dat gebruiken wij een tool heet Kompas. Kompas selecteert kandidaten op hun basisaanleg, hun persoonlijkheid. En nadat we dat hebben gedaan, volgt een tweede fase en dat is in de simulator. Dan kijken we eigenlijk hoe zij handelen in een vliegtuig. En tot slot, fase 3, kijken we naar de persoonlijkheid van de kandidaat. En wanneer zij na de 3 dagen uiteindelijk een positieve beoordeling krijgen, dan kunnen ze aan de opleiding beginnen. En wij selecteren op dit moment zo'n 12% van het aantal kandidaten dat zich aanmeldt om piloot te willen worden bij ons. Nou, essentieel natuurlijk is voor een opleiding, als je een opleiding gevolgd hebt, dat je zo snel mogelijk aan baan krijgt op een vliegtuig bij een gerenommeerde maatschappij. En het liefst een straalverkeersvliegtuig. En wat er op dit moment gebeurt is dat in verband met de kosten, hoge kosten van simulatoren, dat er veel scholen gebruik maken van simulatoren gebaseerd op een propellervliegtuig. Maar de grote maatschappijen vliegen niet met propellervliegtuigen, zij vliegen met jets. En dus is het voor een school eigenlijk essentieel om die mensen te trainen op die jets zo snel mogelijk. Het is een snelte. Flaps up maneuvering speed set. Nou, nadat je de opleiding hebt afgerond ben je ook verplicht om elke maand in de 737-800 te trainen. En het zijn ook precies de vliegtuigen waar de meeste Europese maatschappijen ook mee vliegen. En dat maakt je interessant als eventuele toekomstige piloot bij een van de airliners. En dat is eigenlijk een belangrijkste reden voor mij om voor deze opleiding te kiezen. De simulatoren zijn een exacte kopie en kunnen allerlei functies aan. Dus behalve het vliegen, verschillende luchthavens die ingesteld kunnen worden. Ook weer, wind, regen, storm en allerlei condities. Ook technische mankementen van het vliegtuig gesimuleerd kunnen worden. Om de studenten zoveel mogelijk te trainen met praktijkervaring die ze later eventueel zouden kunnen tegenkomen. Wat de toekomst betreft, ik denk dat het essentieel is dat wij steeds meer gaan trainen en beter gaan trainen tegen lagere kosten. En daar is het essentieel om juist dit soort type simulatoren te gebruiken voor jonge mensen. Alleen op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat in de toekomst de huidige veilige status van de luchtvaart gewaarborgd blijft. Ondanks dat er enorme groei gaat plaatsvinden.